Ja, we hadden een prachtige lezing over het KRO-gebouw in de Emmastraat voorbereid. Maar het feest gaat niet door, zoals u begrijpt. Maar nou we toch hier zijn, kan ik u misschien wel geheel virusvrij iets vertellen over dit KRO-gebouw. Dit gebouw is in 1938 opgeleverd. De KRO is ouder, die begon in 1925 al, maar dat was in Amsterdam. Maar toen liep dat, dat was een pastoor die dat allemaal geïnitieerd had. En die deed dat in zijn eigen pastorie allemaal, 1925. Maar dat was natuurlijk houtje-touwtje werk. Uiteindelijk is er hier op de hoek van de Emmastraat en de Julianastraat, laan waar we nu staan, een verenigingsgebouwtje. Dat hebben ze toen gekocht. Dat is het eerste studiootje van de KRO geworden hier. Maar toen ook alweer snel ruimtegebrek. In 1935, en toen bestond de KRO dus 10 jaar, toen is het plan ontstaan om een landelijke actie te houden om geld binnen te krijgen voor een echte, forse, mooie studio. Heel land, katholieke land moet ik zeggen, in alle kerken is er gecollecteerd en daar kwam dus een heleboel geld binnen en daar is dit gebouw van betaald. Dus dit stuk, niet dat linker, dat is van later, vanuit de jaren 50, maar dit stuk. Er is een architect gevonden, dat moest natuurlijk een katholieke architect worden. En die katholieke architect Willem Maas, die heeft een aantal kunstenaars om zich heen verzameld, katholieke kunstenaars, die zorgden voor de aankleding, voor de kunstwerken erin, die er nu nog steeds zijn. Hier aan de buitenkant, de kant van de Emmastraat, de voorgevel, ziet u drie tegeltableaus van Suzanne Nicolaas. Dus die zijn ook uit 1938. Je ziet daaronder drie woorden staan. Verum, bonum en pulchrum. Latijn voor het ware, het goede en het schone. En die tegeltableaus moeten die begrippen een beetje symbolisch uitbeelden. Het zijn woorden van de 13e eeuwse kerkvader Thomas van Aquino, die dus ja, het mission statement van de KRO uitbeelden. En misschien wel het mission statement dat we allemaal ons te harte moeten nemen. Streven naar het ware, het goede en het schone. De KRO heeft hier dus gezeten vanaf 1938 tot het jaar 2000, 62 jaar. Daarna naar de Schravenlandseweg samen met de AVRO en de KRO, of AMRO en de NCRV. Dit gebouw heeft zo'n 19 jaar leeg gestaan. En daar wordt het gebouw niet beter van, want dat ging scheuren en barsten en zo. Het is nu, in 2019, 2020, is het prachtig gerestaureerd. Een groot deel is afgebroken, daar zijn appartementen gekomen. Dus ik ben blij, ik heb hier 30 jaar gewerkt in zaakjes, dat het een mooi tweede leven heeft gekregen. En ja, ik zou zeggen dat Verum, Bonum en Poelgroen, dat moeten we allemaal maar gewoon in ere houden.